Hoi en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Kalei Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook weer een heel mooi voorjaarsarrangement maken. Een arrangement wat je kan neerzetten, maar wat je ook kan ophangen. Dus daar kun je eigenlijk alle kanten mee op. Dan kun je daar zelf een keuze in maken. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En het kost helemaal niets. Dus dat is alleen maar leuk. En helpt mij groeien. Dus dat zou ik heel erg leuk vinden. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uronlinebloemist.nl en dan vind je het onder cursuspakketten. Goed, dan gaan we nu gauw aan de slag. Zoals je ziet heb ik een hele mooie basis, een vierkant frame. En deze kan je straks neerzetten als ja, een soort onderkant of ophangen als een soort ja, krans idee. We gaan met voorjaarsbolletjes werken. Je kan het pakket bestellen in het geel en in het roze. Dus daarin kan je zelf je keus maken. En voor de rest gebruiken we voorjaarsbolletjes. Ik heb ook hele mooie plantjes die we gaan gebruiken. Dus ik haal jullie iets dichterbij. Dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Allereerst ga ik alle bolletjes van de potgrond afhalen. Mooie nassetjes. Kan je nou niet tegen hyacintjes? Daar hebben sommige mensen last van. En je wilt toch het pakket bestellen, dan kun je dit even aangeven. Dan krijg je een ander soort bolletje ervoor in de plaats. En dit doen we ook bij de Egeveria. Ik heb verschillende kleuren Egeveria's. Dus het kan een beetje wisselen van kleur wat er in je pakket zit. Maar je kan bij alles hetzelfde doen. Je haalt even het potgrond eraf, zodat de wortel er wel voor een groot deel aan blijft. Al zul je zien dat daar niet hele dikke wortels aan zitten. Zo. Dan heb ik dat bij alle bolletjes gedaan. Wat we dan gaan doen is allereerst de Egeveria op een stok zetten. Die steek ik door de steel heen. Doe dat heel voorzichtig. En dan sla je hem weer naar elkaar toe. En dan wikkel je hem eventjes vast. Dan maak je nog eens een keer een buiging met een ijzerdraadje. En die prik je door de Egeveria heen. Doe dit ook heel voorzichtig. Maar op die manier zet je hem extra stevig vast. En dit wikkel je er ook eventjes omheen. En dan zul je merken dat hij heel goed stevig vast zit. Dan maak je van beide eigenlijk twee haakjes. Deze steek je door het midden heen. En hij valt dan net op zo'n ijzerdraad, want er zit een raam in als het ware. En ik maak hem dan even aan een dikke ijzerdraad vast, omdat deze wat zwaarder is. En aan de andere kant maak je die twee pootjes eigenlijk weer aan elkaar vast. Dus je draait hem in elkaar. Let goed op dat je hem aan de ene kant even vasthoudt. En het overige draad knip je dan af. En dit buig ik even een beetje om, zodat het niet ergens tegenaan schuurt. Ga je nou tegen een houten deur aanhangen, zorg dan even dat je een stukje vilt of iets noppenfolie of iets tegenaan houdt, dat je geen krassen krijgt. Dan heb ik mooie voorjaarsbolletjes. En hier prik ik voorzichtig aan de onderkant ook een ijzerdraad doorheen. Hier heb ik de worteltjes aan vast aan de aangehouden. Het is maar net wat je mooier vindt. Ik vind het wel leuk om er bij sommige aan te houden en sommige eraf te halen. En ook deze prikken we er doorheen. En zetten we eventjes vast. Met het ijzerdraadje. Je kan hem plat verwerken. Je kan hem rechtop verwerken. Dat is net wat je zelf leuker vindt. Dan heb ik hier hyacintbolletjes. En deze ga ik eerst even wikkelen met touw. Dit vind ik namelijk een heel leuk effect geven. Doe ik gewoon met jute touw en dat wikkel ik er gewoon kriskras omheen.
doe ik gewoon even een knoopje in. En deze zet ik op dezelfde manier vast. En deze laat ik er plat op vallen. Ik vind het namelijk wel leuk effect geven als het verschillende kanten op gaat. En dit, ik heb dus weer een haakje gemaakt en deze maak ik aan de onderkant weer vast. Dan heb ik een mooi stuk met schors. En ik vind het mooi om deze ertussen te doen. Je kan dit op dezelfde manier vastzetten mocht je geen lijmpistool hebben. Met touw of ook met ijzerdraad. Om op dezelfde manier de onderkant vast te houden. Maar ik ga hem er nu tussen lijmen. Maar heb je geen lijmpistool dan kun je dat natuurlijk ook doen. Dan doe ik aan de andere kant van de schors ook eventjes een stukje. Bevestig het dus allemaal met ijzerdraadjes. En aan deze kant wordt hij echt al heel mooi. Dan om het wat natuurlijker te houden ga ik wat mos bevestigen. Ook dit geldt eigenlijk hetzelfde. Ik ga het nu met lijm doen, maar heb je dat niet kun je het op dezelfde manier doen met ijzerdraadjes. Door eerst een bolletje te maken. Dan voeg ik mooie disseltjes toe. Deze kan je er ook gewoon doorheen prikken. En eventueel aan de achterkant vastzetten met een draadje. Ook deze ga ik nu op dit moment lijmen. Zo voeg je meer echt bloemen toe. Je kan hier heel mooi spelen met de compositie, dus waar je het wil hebben staan. Maar ik werk vanuit het midden en daar werk je elke keer weer omheen. En dan kun je hem eigenlijk zo groot maken als je zelf wil. Dan voeg ik nog even extra body toe door nog een hyacint toe te voegen. Deze kan je wikkelen als je dat wilt. Ik ga het nu niet doen, want ik vind het ook wel mooi om er eentje natuurlijk zo in te houden. Ik vind het altijd mooi om eventjes met dat schors even zo'n tussenschot te maken. Zo breng je diepte aan in het stuk. En ik vul nog eventjes het gaatje op met een beetje mos. En zoals je ziet was het nou een heel mooi geheel. Ik heb aan deze kant mos en aan deze kant mos, maar het maakt hem nog net even af als ik aan deze kant ook een klein beetje mos toevoeg. En zoals je ziet wordt het al een heel mooi geheel. Je kan hem natuurlijk ook helemaal natuurlijk maken, maar het is nu tijd om eventjes wat kleur toe te voegen. De ene is gek op geel met paars en de andere vindt het niet zo mooi. En daarom heb ik dus twee verschillende kleuren. En je hebt natuurlijk al een hele mooie basis.
En je kan hem natuurlijk ook gewoon helemaal natuurlijk houden als je dat mooier vindt. Maar ik ga nu wat kleur toevoegen, want ik vind het altijd wel mooi als je hem bijvoorbeeld op de deur hebt hangen, dat het eventjes iets kleur heeft. Je kan dan kiezen uit roze. En dan heb ik ook hele mooie roze grasjes bij, granen bij. Of geel, echt de kleur van paarse natuurlijk. Dus tijd om wat kleur toe te voegen. Ik kies voor de kleur geel. Ook dit kan je eventueel weer met ijzerdraadje vastzetten door het even op draad te zetten en aan de achterkant vast te maken. Maar ik kies nu voor een lijmpistool. En die plak ik er aan de zijkant onder en dat doe ik eigenlijk een beetje omheen. En ik vind het wel mooi om het een beetje in het midden terug te laten komen. Dus dat doe ik met een heel klein takje. Dan ga ik nog wat diepte aanbrengen door middel van granen. Die zet ik wat meer rechtop. Vind je dat nou als je hem hangt niet zo mooi? Dan kan je hem natuurlijk ook gewoon aan de zijkanten insteken. Dus daar kan je zelf even mee spelen. Mocht je hem op tafel zetten, dan is het altijd wel mooi als er een beetje diepte in zit. Dan kunnen de kwartel-eitjes natuurlijk niet ontbreken in het stuk. Maak hem ook net eventjes af. En ik zie dat je hier nog een stukje van mijn ijzerdraad ziet. Daar hou ik nooit zoveel van. Dus daar doe ik echt een klein beetje mos omheen. Zodat ik dat net mooi even wegwerk. Kijk, zie je er niets van meer. En de kwartel-eitjes verdeel ik gewoon in het stuk. Ik heb nou net een beetje een kapot eitje, maar ook dat vind ik een heel leuk effect geven. Dat als je een eitje net een beetje kapot is. Kijk, zoals hier. Die vind ik daar juist heel leuk in, want dan maakt het juist heel natuurlijk. En jongens, kijk dan wat een plaatje. En dan is hij alweer klaar. En zoals je ziet, je kan hem heel mooi ophangen. Je kan hem ook neerzetten. Let wel goed op als je hem ophangt, dat je alles extra goed bevestigt. Want met wind en dat soort dingen, regen, dat het gewoon goed vast zit. Ik krijg vaak de vraag van, goh, kan het ook kwaad als je in het bolletje prikt? Doe het voorzichtig. Kijk, het beste is natuurlijk om een bol altijd helemaal heel te laten en er niets aan te doen. In de grond te zetten en daarmee te doen. Maar je kan er prima mee werken en het geeft sowieso, ook al komt hij niet uit, zo'n heel leuk effect. Maar meestal als je het heel voorzichtig prikt en je gaat er gewoon voorzichtig mee om, dan komt hij eigenlijk gewoon altijd uit. Je kan het pakket dus bestellen in het geel of in het roze. Dus wat je net leuk vindt, dan kan je daar je eigen keus in maken. En ja, wil je dat doen? Hieronder in de beschrijving vind je dus een linkje. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. En dan vind je het onder cursuspakketten. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En je kan nog meedoen met de winactie. Ik zal dat voor de video eventjes hier in het i'tje zetten. Hier of hier. Ik weet niet precies waar, maar in ieder geval hierboven zie je een balkje. Als je daarop klikt, ga je naar die video en kan je meedoen aan de winactie. En dan wordt in de volgende video de winnaar alweer bekendgemaakt. En ja, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en hoop dat jullie het weer leuk vonden. En dan zie jullie mij zaterdag weer. Doei!